Tineke van Heulen. Ja. Wat had de zangeres? Tineke van Heulen. In Nederland zeker? Ik weet niet of dat wel is. Of was Tineke Ire van Ire en de Pieper, dat is de Pieperstrak, vraagt over een dokter van Broeke. Was ze de voice van Vlaanderen? Dan gaan we een keer gezet of iets komen zeren. Goh. Geen idee. Nee. Oké. Okay. Wie was Tineke van Heulen? Wie had dat? Nee? Nee. Dat kan ik niet hoor. Dat is de micro. Ah ja, maar wel. Dat ik had je niet erom. Ja, mijn veer. Ik heb daar wel van gehoord, maar ik had niet weten wie het is. Geen idee. Ik ben zelf niet van de streek, dus meisje van het liedje veronderstel ik. Tineke van Heulen, ik ken dat liedje, maar van waar dat juist afkomstig is, dat weet ik niet. Tineke van Heulen, dat boerinneke, ja? Van dat liedje. Dat was een meisje uit Bissingham, waarvan dat liedje bestaat, Tineke van Heulen. Piest in de zeulen wat vol en Tineke wat dood. Ja, alsjeblieft. Maar wie dat ze echt was, dat weet ik eigenlijk niet. Melodietje, ja, dat ken ik wel. Die is al van als ik jong was. Melodietje ken ik nog, ja. Maar ja, dat zit in mijn hoofd. Maar dat zit in je hoofd. We hebben daar niet aan waar. Tineke van Heulen. 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 En dan? Ja. Dat staat er toch niet allemaal op, hè? Soms spelen in de radio, hè? In de periode van Tineke's feesten, zingen ze in de radio, hè? Maar van, ja, Tineke van Heulen, ja. Zijn met de feesten door, dat is een figuur die ook verkozen wordt bij Tineke's feesten. Mijn dochter is vroeger, hoor. Nog mee dan Tineke. Maar het is dat wel zo'n heel weekend rond dat ze nu dat zo heel snel opdrachtjes doen en al. Zo'n kookopdracht, weet ik alles, dat ze dit jaar in moeten doen. Ik heb al alles aan bestaan, ook al 4 jaar en alles in zijn. Met de tienerfeesten, dat leeft enorm, hè? Ja. Tineke van Heulen. Tineke van Heulen. Dat geen Tineke was, en zeker niet van Heulen. Maar ik wil er niet te veel over vertellen, want mijn grootmoeder die zalige reis draaide erom in haar graf. Maar Katrien, ze heeft veel meegemaakt. Hè. Ze was 14, ze is van Bavik komen, en 14 is ze toch al weggezonden van die familie, van die jonkeren, Vlaasboeren familie. Ik een meid voor alle werk, ze moet er alles doen. En tussen moesten ze ook nog een keer al die haar broers en zussen. Het brengt niet, kweken, dat soort dingen. Want die moeder Madeleine, dat wist ze niet. Katrien had eigenlijk heel haar leven overal alle vroegheid moeten hebben. Vader klapte daar niet veel over. Dat was een schande in de tijd. Als was ze getrouwd met Sjaak. Maar in de loop van dat huwelijk, als ze eigenlijk met 10 verschillende venten ook nog kinderen had. Allemaal andere kinderen. En dat ze toen een ruzie en hand. In brand gestoken, met en de kinderen ook mee, dood allemaal. Het is maar één iemand overgebleven, dat was mijn grootmoeder, Margarethe. Dat was mijn grootmoeder en ze is blijven leven, ze is aan de brand ontsnapt. En al. Maar dat ze vindt leren kennen, René de Klerk, een dichter, zo'n intellectueel, maar ook een armoezaaier. Die gedicht, dat verkoopt natuurlijk niet. Maar ze had hem afgewezen, die was verliefd, maar ze had hem afgewezen. Uit frustratie had hij zo'n liedjes een beetje geschreven over haar. Maar het is meer. Ik noem dat een scheldlied, voor me daar te spotten eigenlijk. Hè. Dat is meer dat. Het is geweten dat ze hem gekend had. Ze zeggen zelfs dat ze kind had van hem. Maar ze is gezien in de Zandstraat in Kortrijk, daar waar hij woonde. Maar ze wilden ze haar gezien worden. Hè. Ja, met iedereen zeker. Nee. Je wil niet ook haar gezien worden. Nee. En iedereen minder allemaal mooi. En zie je ook. Tineke van Heulen, ons maatje, kan
gesten kan schuren gelijk de beste. Tineke van hun ons maartje staat hoog in de gunst van mijn vaartje. En als moederke haar prijst, dan ben ze streder op prijst. Dan lach ik een beetje van die gespaarde kind. Liever dan een vreule, Tineke van Heulen, Tineke ons maartje in de hand. Ik denk soms dat ik kanker heb. Ik heb schrik om op een dag thuis te komen. Te beseffen dat er niemand is. Ik ben eigenlijk bang om angstig te zijn. Omdat het u verlamt. Schrik dat ik op een dag mijn handen verlies en mijn benen. Om te vergeten.